Hoi, dit is het Kidsweefjournaal van maandag 2 maart. Met kindsterren weer terug in India, een tijgertje gered van de dood en de mop van de dag. Maar we beginnen met een superdrukke stripbeurs. Stripbeurs Breda is terug van weg geweest. De afgelopen jaren werd de beurs op andere plekken in Nederland gehouden. Maar nu, na 10 jaar, is het weer in Breda. En het was een groot succes. Er kwamen wel 4500 mensen een kijkje nemen. Van Kuisje en Guust Vlater tot erotische strips. Alles was te vinden in Breda. Het evenement was 10 jaar lang verdwenen uit de stad. Maar nu is het weer helemaal terug. Nummer 5, die moest ik nog. Die heb ik nou eindelijk gevonden. Wat is het voor stripserie? Dit is een gaat over een jochie in de jungle. Het zijn maar 6 boekjes. Waar bent u naar op zoek? Kogoratsu. Ja, dat gaat over een soort van samurai-vechter. Waarom sta je hier in de rij? Nou, natuurlijk een tekening van de tekenaars van Storm te krijgen. Dat is natuurlijk wel het hoogtepunt. 160 striptekenaars waren er. Ik werk alleen nog maar digitaal. En je wordt er eigenlijk alleen maar beter door. Want je hebt veel meer mogelijkheden. De liefhebbers van strips zijn toch vooral de 30'ers en 40'ers. Zij groeiden op met de stripverhalen. De jongelingen die zijn toch meer van het digitale tijdperk. Dus die spelen misschien net even iets liever games. En hun vader zal misschien nog net even iets liever een strip tevoorschijn halen. Volgend jaar is de stripbeurs weer in Breda. Stel je voor, je woont in een sloppenwijk in India en opeens word je een acteur. Het overkwam de kinderen die meespeelden in de film Slumdog Millionaire. Ze mochten zelfs naar de Oscar-uitreiking in Amerika. Daar won de film wel 8 Oscars. Bij hun terugkomst in India waren ze echte helden. De kindsterren uit de film zijn als echte helden ontvangen. Op de luchthaven van Mumbai in India stonden honderden mensen te wachten. De kinderen kwamen met de armen over elkaars schouders naar buiten. Ze gaven als echte Hollywoodsterren handkusjes aan het publiek. Het leven van Rubina, Aoush en Azar staat helemaal op zijn kop. De kinderen werden voor de film uit de sloppenwijken geplukt. En nog steeds kunnen ze dat moeilijk geloven. Maar het jongetje laat zich niet meeslepen. We zullen vast nog veel van dit jongetje gaan horen. Het had niet veel gescheeld of er was weinig over van het tijgertje Sylvester. In een dierentuin in Israël is hij van de dood gered. Dit is Sylvester. Zijn moeder, een Sumatraanse tijger, staat erom bekend dat ze haar jonkies opeet. 3 dierenartsen van de dierentuin van Jeruzalem wilden dit niet laten gebeuren. Daarom gaan ze Sylvester nu zelf verzorgen. He's been coming home now for 2 months. He's almost 8 weeks old. Needs a bottle around the clock, and it's like having another member of the house. Everybody worries about him. How much is he eating? How much is he drinking? Is he sleeping enough? You have to be quiet so you don't wake him up because now he's sleeping. And it's like having another baby in the house. Het tijgertje is net een baby en heeft dag en nacht verzorging nodig. Met zijn 3 nieuwe verzorgmoeders heeft het tijgertje het goed voor elkaar. Hij wordt helemaal vertroeteld en krijgt alles wat zijn hartje begeert. Helaas moet Sylvester snel weer terug naar de dierentuin. Maar ook daar zorgen zijn moeders met alle liefde voor hun tijgertje. En dan het weer. 'S Ochtends kan er wat motregen vallen en is het bewolkt. In de middag gaat het zonnetje schijnen. Het wordt niet zo koud, rond de 8 graden. Morgen eerst wat zon en later kan er een buitje vallen. Het wordt ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het voor vandaag. Kijk op de site voor meer nieuws en we sluiten af met de mop van de dag. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Jantje en zijn zus gaan naar de winkel. Jantje heeft een boodschappenlijstje en zijn zus die blijft buiten staan. Jantje gaat boodschappen doen en komt weer naar buiten. Zijn zus ligt in de sloot. En vraagt zijn zus aan Jantje: Jantje, wil je me eruit halen? Nee, want je staat niet op mijn boodschappenlijstje.